Een hele goede dag. Of avond, wat het ook is, wanneer je ook kijkt. We zijn in Montpellier. Oh, de tractor wilde langs. Grappig. Nog nooit gezien. We gaan op Toulouse met 20 tonnen appels. Dingen die ik zelf niet echt lust. Het zou een rit van 5 uur zijn, ik hoop het niet, want dan zou het alweer een lange aflevering worden. Ik zag dat de laatste alweer in de 30 minuten zat. Of de ene laatste, ik weet niet, ik neem er 4 of 5 op één dag nu. Maar er zat er weer eentje tussen van een minuutje of 30, 34 zoiets. Ja, soms is het niet anders. Ik heb tussen de vorige en deze opname een stukje van Montpellier verkend. En we gaan nu naar Toulouse. Er zitten ook nog wegen tussen Montpellier en Toulouse in die nog niet ontdekt schijnen te zijn. Nou, we gaan nu al een stuk snelweg meepakken waarvan ik al weet dat die niet ontdekt is. Ik zit op 81 punt nog wat procent van ontdekte wegen. Krap indraaien. Het is geen personenauto. Ja, we waren net op een kwekerij waar ik de lading moest oppikken. Een stukje door een soort van boomgaard heen gereden. Nou, dan moet je nu gaan. Ja. Rijd dan gewoon door. Jongen, jongen, jongen. Ik kan ook zeggen de invoerstrook of de uitvoerstrook is te kort, dat is die zeker. Nou, ik heb het één keer gedaan dat ik ben gaan wachten en daar heb ik een kwartier gestaan. Dat ga ik niet meer doen. Gas erop en de remmen wel. Tuurlijk. Tolweg. Waarom ook niet? Kom, open met die boom. Hoi. Zoals je hebt kunnen zien, we rijden nog steeds met Scania V8 37. Ik heb intussen, heb je ook kunnen zien, hem wel een 6x4 aandrijving gegeven.
zes wielen van 4 aangedreven. Het was een 6x2. Ik weet het al niet eens meer. Ik zou het even terug moeten kijken voor ik die video ga uploaden. Maar ja, staat deze ook al klaar. Dus. In ieder geval, er zit wat meer aandrijving onder dan eronder zat. Te rijden. Niet, maar dat maakt het zich ook niet uit. Alles wat grijs is op de kaart, dat is nog niet ontdekt. En alles wat geel is, daar zijn we alles overheen gereden. Oh! Tjoe! Goeie redding. Die had ook zomaar op zijn kant kunnen gaan. Ik moet er echt wat beter op letten. Even naar wat anders te kijken. Als koerier gewerkt. Ik heb zo'n geintje al een keer gehad met een bakwagen. Ik reed links, niet de meest linkerbaan. Ik haalde een vrachtwagen in van een bekend speelgoedmerk. Je weet wel, die van Bart. Ik was net die vrachtwagen, ik kom hem net voorbij en er zit een vent helemaal rechts in een Jaguar en die denkt, weet je wat, laat ik eens even helemaal doorschuiven in een ruk naar de linkerbaan. Ja, daar zat ik nog tussen. En gelukkig was de meest linkerbaan helemaal vrij. Dus het enige wat ik kon doen om een ongeval te voorkomen, en dat zou echt een verschrikkelijk ongeval zijn geweest, want die vrachtwagen had ook niks meer kunnen doen. Die moest zelf ook in zijn ankers om die Jaguar te ontwijken. Maar dan hadden we echt gewoon een bakwagen, vrachtwagen en een personenauto en ik weet niet wat er nog meer achter zat op elkaar gehad. En gelukkig de meest linkerbaan, ik keek heel gauw in mijn spiegel, die was vrij en ik kan alleen maar één ding doen, ruk naar rechts geven. Toen reed ik ook even op 2 of 3 wielen. Dus toen moest ik weer een ruk naar links geven om het ding weer op 4 wielen te krijgen. We konden elkaar met z'n allen even net ontwijken en je mag van mij aannemen. Ik ben op de eerstvolgende parkeerplaats even gestopt om, ik heb even een half uurtje pauze genomen. Ik heb ook mijn werkgever gebeld, ik zei dit en dat is gebeurd. Ik ga heel even wat anders voor mezelf doen. Ik geloof dat ik die middag of in die 20 minuten ook echt een pak peuken leeg heb gerookt. Slecht natuurlijk, maar ja, dat vond ik echt even mijn knik in de knieën. En het meest gekke vond ik nog, en dat vind ik nog steeds, die man van die Jaguar, of hij heeft het niet willen zien, of hij heeft het gewoon echt niet gezien, dat kan ook, maar die keek gewoon heel strak voor zich uit, die denkt, doe maar wat. Het is dat ik hem zag aankomen. De tweede keer was met een eigen bedrijf. Het waren 2 meiden in een Volvo. Een ritje naar het zuiden. En die komen vanuit vanuit een uitvoegstrook.
ja, ze pompen hem zo de snelweg op, terwijl daar ook nog gewoon 100 verkeer rijdt. En dan reed je daar met z'n allen toevallig 130, omdat het mocht. En die moest ik ook ontwijken. Ik moest echt gigahard in de ho-ijzers. Om niet die auto te lanceren, want als ik er door had gereden, dan was die auto echt gelanceerd geweest. Die meiden hadden het gelukkig in de gaten, die zijn zich lam geschrokken. Ik ook trouwens, en mijn bijrijder ook. Maar ja, gelukkig wat dat betreft kan ik een bordje sturen. In het echt in ieder geval wel dan. En zie ik heel veel dingen aankomen. En ik denk dat dat ook wel een beetje het onderscheid maakt tussen goede chauffeurs en de wat mindere goden. Dat je vooruitkijkt en dingen ziet aankomen, dat je daarop kan anticiperen. Zijn mijn rijinstructeur vroeger ook altijd, autorijden is anticiperen. Je wil niet weten wat de auto voor je gebeurt, je wil weten wat 10 auto's voor je gebeurt. En ik heb ook motor gereden en scooter gereden en nou, dan wil je eigenlijk nog verder vooruit kijken. Maar nou piepen dat de klant een levering verwacht, ik ben net onderweg jongen. 43 minuten, oké? Okay? Ja, je appels. Die appeltjes happen. En dat is ook het enige nadeel wat je hier hebt met het spel, zoals in een van de vorige uploads met het handmatig schakelen. Je hebt geen gevoel. Je hebt wel iets van gevoel in je stuur, maar je hebt geen gevoel van snelheid. Je hebt geen trillingen van het voertuig zelf. Je hebt ook geen gevoel van, met bijvoorbeeld met remmen, heb je ook geen gevoel van de vertraging die je toepast. Ja, dat vind ik eigenlijk, als je dat zou willen hebben, dan moet je gewoon een paar ton gaan uitgeven en echt een simulator bouwen. En dan nog vraag ik me wel eens af, hoe echt voelt dat dan aan? Ik heb wel eens in een vliegtuigsimulator gezeten. Een Boeing. En we hebben een vlucht gemaakt van Amsterdam, Schiphol, en ronde gemaakt en weer terug geland op Schiphol. Dat moet ik zeggen, dat was wel heel erg gaaf en dat was ook echt alsof je in een vliegtuig zit, alleen vond ik daar weer het enige nadeel van, je zit nog steeds met een soort van computerschermen voor. Je ziet gewoon dat er schermen zijn. Ik moet zeggen, het was heel realistisch. Het zag er echt heel goed uit en het voelde ook gewoon echt aan. Je voelde ook gewoon de reactie van het toestel dat vond ik super gaaf. Er zat een instructeur naast me, die zei van, u heeft weer vaker in een vliegtuig gezeten. Ja, niet zo groot, maar ik heb wel eens wat gedaan met iets met een propeller. Dat kunnen we merken, want de meesten die hier in de simulator voor een eerste keer plaatsnemen, die crashen. Die hebben zwaar hulp nodig bij de landing. En zeggen, ik heb jou eigenlijk helemaal niet hoeven ondersteunen. Dat wist ik trouwens niet hoor. Ik dacht echt, omdat ik het ding al aardig netjes neerzette, dat ik wel een redelijke ondersteuning van de instructeur had. En die zei, nee, ik heb alleen mijn vingers aan de stick gehouden. Mocht het nodig zijn, dan kan ik snel ingrijpen en voor de rest heb ik het helemaal zelf gedaan. Dus dat
vond ik best leuk. Maar ja, dat gevoel, dat mis je hier dus wel een beetje. Je hebt wel wat gevoel in je stuur, maar dat heeft, ja... meer betrekking op met wat je, ja... ja, het is niet zoals in een echte auto. Je mist gewoon de snelheid en de beleving daarvan. Voor de rest is het... ik moet zeggen, super realistisch. Het kan nog beter met bijvoorbeeld ProMods. Die heb ik wel, maar werkt niet. Dan moet hier al zijn of niet? Ja, als je nou weer gaat vragen of ik hem helemaal achter in dat hoekje wil zetten, dan kun je het mooi vergeten. Ga ik nou niet weer lopen doen. Vorige keer moest ik hem bij zo'nzelfde bedrijf daar helemaal achterin het hoekje neerzetten. Er stond er ook nog een andere trailer en volgens mij zit die er nu ook. Ze gaan eens kijken wat ze willen. Waar wil je hem hebben? Aan de achterkant. Mag ik eerst even gaan kijken? Voor hetzelfde gaat het hier ook een trailer. Even kijken hoe krap dat hier is, joh. En als ik hem vraag, zo, weet je, ik doe dat gewoon. Vind ik goed. Het gaat nou ook niet om de experience points. Ik snap, als kijker zou je het leuk vinden als ik loop de prussen met achteruit inparkeren. En nou zul je zien, hè, staat er helemaal niks. Dat kan ook maar zo. Ja, vooruit. Staat wel wat. Iedereen hier bij DB Schenker rijdt blijkbaar in een Audi en die parkeert hem op dezelfde plek. Bij het vorige filiaal stond hij er ook. Ze hadden hem daar willen hebben. Dus had ik hem weer langs een trailer moeten prutsen. En de ruimte is wat dat betreft hier niet heel groot. Daar is gods van scheef, maar ze vinden het goed. Oké. Geweldig, maar ik lag wel bijna aan mijn kant. Die ga ik nog wel even terugkijken zo. Voor nu bedankt voor het kijken. Als het goed is, is dit aflevering 19. Zou dat kunnen? Dat kan ik nu niet zien. Als het goed is wel. Ik ga me proberen om 20 ook nog te doen. Dat zal op zich wel lukken. Dan heb ik 4 à 5 afleveringen geloof ik klaarstaan om te uploaden. Dus dan kunnen we de komende dagen vooruit. Dus als je deze aflevering ziet, dit is allemaal opgenomen op Hemelvaartsdag. Het is de 25e. En voor nu bedankt voor het kijken. Als je het toch een leuke video vond, druk even een blauw duimpje omhoog. Dat zou ik echt geweldig vinden. Je bent nog meer geweldig als je ook nog even op het abonneerknopje drukt, als je dat niet hebt gedaan. Voor nu bedankt en tot de volgende keer.